socials. Nee. Nou, het is maandag en we gaan gewoon weer lekker verder met verbouwen. Gisteren hebben Ezra en ik lekker gegeten. Ik heb weer mijn stoofvlees gemaakt. We hebben lekkere aardappeltjes en zo, allemaal uit eigen tuin. Dus dat is wel heel erg lekker. En ja, ik ben gek op om zoiets te doen en ik mag graag even een beetje koken. Dus dat is wel heel erg lekker. En gisteren heb ik een dag niks gedaan. Gewoon een beetje het kerstgevoel te krijgen. En ik was een klein beetje vergeten hoe saai dat is. Zo, ik was echt, op een gegeven moment was het tegen een uurtje of 4, 5. Tenminste, nee, toen hebben we gegeten. Tegen een uurtje of 6. Ik verveelde me helemaal kapot, joh. Het is wel goed voor mij dat ik af en toe even rustig aan doe, maar ik kan dat gewoon niet. Ik verveel me helemaal de blubber. Ik ben liever de hele dag een beetje rustig aan het werk dan dat ik de hele dag niks doe. Maar goed, daarentegen, ik heb wel weer een beetje energie erbij gekregen. Ik was ook helemaal aan het schompen door met mijn rug en zo, vanwege de gebukkie. Dus stiekem was het eigenlijk ook wel goed. Goed, in ieder geval, we gaan vandaag metalen platen eraf halen. Dan ga ik zover mogelijk proberen te doen. Ik kan op dat plafond daar, de tweede plafond, of eerste plafond, whatever you want to call it, kan ik staan. Dus we gaan in ieder geval een heleboel weghalen. Wat het grote voordeel daarvan is, dan kan ik daar, heb ik iets meer ruimte om af te timmeren. Dat scheelt gewoon een enorm stuk. Dus dat ga ik zeker weten doen. Ik heb hem de slijptol opgehaald, tenminste had ik al, maar hem nieuwe slijpschijfjes opgehaald. En dan ga ik ermee aan de gang. En dan kan ik mooi wat meters maken in ieder geval. Daar heb ik wel zin in. Dus daar gaan we mee aan de gang. Zo, Jezus. Zo, zijn we weer, maar dan een stukje lager. Ik zit hier, heb ik een paaltje. Kijk, die kan ik met één hand aan die los tikken. En dat is steun voor het dak. Dat wist ik. Alleen al was mijn gedachtespinsel. Oké, maar hoeveel steunt hij op het dak? Want het is in principe maar een klein balkje. Dus 3x3. En daar zat deze dan weer aan, maar die zat vooral om hem op de plek te houden. En zat met een paar spijkertjes zat hij vast. Die zat ook niet heel erg vast. Dus, en ik probeer hem los te tikken en dat gaat super makkelijk. Zelfs met één hand kan ik hem gewoon los tikken. Dus, wat houdt dat in? Dat er geen spanning staat op de ding staat. Had hij een spanning opgestaan, dus dat ik hem gewoon onmogelijk los zou kunnen tikken, betekent dat het dak daarop rust. Dus dat is niet zo. Wat mij een heel erg geruststellend gedachte geeft. Want nu kan ik gewoon zonder problemen kan ik dit hier eerst allemaal weghalen. En deze steun doe ik zeker wel. Maar omdat het dak zo dik is, dus wel echt wel zo'n laag.
ga ik hier een andere balk in zitten. Een langere. En die andere balk die gaat dan tot en met aan het plafond lopen. En dan doe ik daar een grote zijbalk in. Dat is ten eerste stukken mooier. Want dan hebben we dit hier niet. En dan hoeft hij ook niet helemaal naar het plafond toe. In principe. Zou wel kunnen. Maar eerst hebben we nog geen last van dat ding. Dus ga ik eerst later even kijken wat het makkelijkste is vooral. Daar gaat het mij als eerste even om. Wat is makkelijker? En als ik weet wat makkelijker is, ga ik kijken wat er ook nog mooier uitziet. Dus misschien dat ik hem hier wel op kan doen. Dat ik deze eraf tik en dat ik daar dikke balk zo doe. En dat ik dit knieschotje klein hou. Of dat ik hem lang door laat lopen en dat het knieschot lang wordt. Hoe dan ook, komt dit er wel weer terug in. Dus hoef je niet bang voor te wezen dat ik dit niet doe. Maar eerst voor nu is het wel 100.000 keer makkelijker als ik zeg maar gewoon nu zo even door kan werken. Het er tegenaan kan timmeren, daar netjes kan aftimmeren, dit allemaal eruit kan halen. Ook met het plaatwerk wat eronder zit. Ik bedoel, dit kan ik nou straks. Dit kan er ook makkelijk uit. Die haal ik er dan ook uit. Die haal ik eruit. Die haal ik eruit. En dan kan ik gewoon rechte tengels eruit halen. En rechte tengels er weer tegen aanspijkeren. Dat is heel chill. Dus dat scheelt mij een ontzettende bak met werk. Ja. Dus ja, we kunnen nu gewoon rustig dit eruit halen. Dat eruit halen. Die twee eruit halen. En dan kunnen wij de tengels eruit halen en hier weer opspijkeren. Dus dat is eigenlijk super relaxed. Let's see what is done. Ik zal nog even staan. Nog een kamertje.
XL. Dan heb ik iets meer ruimte daar. Kan ik daar beginnen met aftimmeren. Werken we hem zo naar beneden toe af. Tot aan de hoek. En dan is die zeg maar dicht aan die kant. En dan gaan we dat straks ook aan deze kant doen. Want zo werk ik elke keer stuk voor stuk af. Ik heb beneden even uitgemeten waar officieel de muur moet zitten. En precies op die plek zit ook een balk. Dus ik denk dat ik zeker weet dat ik op de goede plek zit daar. Dus in principe kan dit er in zijn geheel uit. En dan kan ik gewoon in principe gewoon verder. Het zit nou nog hier nog één laag asfalt. Daarna weer een laag planken. En daarna heb ik weer balkwerk. Als ik het goed zeg. Even kijken. Ja. Hallo, lekker dichtbij. Maar dan heb ik daar nog balken tussen zitten. Hier zit gewoon een plafonnetje over. Die is niet super stevig. En daarna zit een heleboel... hoe zeg je dat? Van dat spul. Zaagsel. Zo, ik kom af en toe echt niet aan mijn woorden. Maar daar zit een heleboel zaagsel. En dan zit ik alweer... daarna komt er weer een plaat. En daar zit... Onder zitten de tangles van het plafond. Dus ik mag nog wel door aardig wat laagjes. Maar wat ik nu dus ga doen is dat oude hout weer terug op de muur spijkeren. En als ik dat gedaan heb, dan, dan heb ik weer meer ruimte om de volgende stuk te doen. Dus ik ga elke keer een beetje doen. En ervoor zorgen dat ik gewoon... genoeg ruimte hierboven heb, zodat ik niet spul naar beneden en naar boven toe moet sjouwen elke keer. Dus gewoon hergebruiken is op dat opzicht beter. Dus ja, we gaan nu eerst het onderste stuk doen. En dan zien we het wel. Kom maar heel. Zo, één. Goedemorgen. Ik wou vandaag eigenlijk buiten opruimen. Dat afval wat ik heb van de verbouwing. En bij de schaapjes even lekker opruimen en zo. Maar het is vanochtend denk ik keihard gaan sneeuwen. En binnen maar een paar uurtjes is het lichter 5, 6 centimeter. Dus ik heb eigenlijk gisteravond ook al hooi gehaald. En dan moet ik eigenlijk ook opruimen. Maar
Ja, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet. En met zoveel sneeuw. Maar het gaat ook weer dooien vanmiddag. Dus vanochtend vroor het nog even. Maar vanmiddag wordt het gewoon weer... wordt het gewoon weer hoge temperatuur, 2 of 3 graden. Dus ik ga denk ik ook zo nog even de drone snel in de lucht gooien. Want het is eigenlijk wel heel erg mooi nu. En gaan we vandaag maar weer verbouwen. Eigenlijk wil ik het om de dag doen, dat verbouwen. Als het zoveel sneeuw ligt, kan ik buiten niet zoveel doen. Dus dat is prima. Ik ga nu eerst even bij Esra in de werkplaats even wat tape jatten. Wat mijne is op. En daarna ga ik de pakketjes in een grote doos doen. En die gaan naar Nederland. Dus dat is wel chill. Dan gaan eindelijk die pakketjes de deur uit. Ik heb dat een beetje uitgesteld. Omdat sommige mensen niet per se wisten wat ze wouden. En sommige mensen duurden wat langer met reageren. En ik ben ook heel erg laat met reageren altijd. Ik kijk gewoon niet elke dag in mijn privéberichten of e-mails. Daar krijg ik veel te veel stress van. En dus ik doe het meestal 1 keer in de zoveel tijd. 1 keer in de 2, 3 dagen of zo. Dan ga ik even e-mails beantwoorden. En weet ik veel allemaal. En allemaal privéberichten die ik krijg. Dus ik ben niet elke dag bereikbaar. Maar in ieder geval, we gaan nou even bezig met de pakketjes. En dan ga ik denk ik even de drone in de lucht doen. En dan gaan we weer verbouwen. Goed, het is nou weer de volgende dag. Ik ben gisteravond nog even bezig geweest. En ik heb onder de spanten, daar zijn de spanten, daar heb ik 2 balkjes onder gedaan. Stevig en vast. Dus dan hebben de spanten weer steun. En daar beneden aan heb ik de muurplaat. Dus dat is een zo'n dikke balk bij zo. Dus dat geeft genoeg steun. En dan heeft het dak ook weer meer steun. Ik had nog even nagevraagd aan iemand, zodat ik het zeker weet wat ik aan het doen ben. Maar dat kan gewoon, aangezien deze planken ook allemaal aan elkaar vastzitten. En het zijn met 2 spanten. Ik heb daar nu nog 4 spanten over die geen steun hebben. Die wel steun hebben en deze 2 dan niet. Maar omdat ik deze schoren er ook nog een keer onder zet, is dat eigenlijk wel dikke prima op deze manier. Waarvoor deze dingen dus zijn, is voor het doorhangen. En hij gaat nou niet doorhangen omdat ik ook dit allemaal eraan heb gemaakt. En hier 2 schoren eraan gemaakt. Ook weer om te ondersteunen. Dus dat gaat wel meevallen. En in het midden zit natuurlijk gewoon zo'n dwarsbalk. Misschien kan ik er nog wel extra dwarsbalkje inzetten. Mocht het nodig zijn. Misschien dat ik dat later nog wel even doe. In ieder geval, we gaan dit heb ik nu afgeniet. En daar ga ik nu ook weer zaagsel achter gooien. Want ik heb een heleboel zaagsel. Dus dat is extra isolatie. Want daar zit geen extra isolatie. Dus dat ga ik nu volgooien.
En dan flap ik dat folie erin, zeg maar. En dan kan ik hem een stukje aftimmeren. Niet super ver, maar ik kan hem dan wel een stukje al aftimmeren naar beneden heen. En dan begin ik aan die andere kant. Dan ga ik dat doen. Dan ga ik de gevelplaat ga ik doen. Die stimmer ik ook een stukje af. En dan wil ik eigenlijk alvast... hoe heet dat? Eigenlijk wil ik dan alvast gaan schuren. Schuren, olie, noem maar op, dat soort dingen. Want dan zit deze vloer er nog in. Dus dan kan ik overal nog bij. En pas wanneer ik daarmee klaar ben. En dus dan ga ik er ook nog wat andere dingetjes in maken. Gewoon dat het helemaal netjes is. En pas wanneer dat klaar is. Dan pas ga ik verder met de rest aftimmeren en zo. Dus eerst dit gedeelte moet gewoon helemaal klaar en af zijn. En dan pas kan ik verder. Dus dat gaan we nu doen. We gaan nu hiermee verder en dan komen we er vanzelf wel. Ga gewoon langzaam. Gaan we gewoon lekker bezig met alles. Zo, ik ben naar de andere kant van het dak aan het loshalen. Dus die kant is nu zo. En deze kant is nu zo. Maar ik weet wel waarom ze een nieuw dakje eroverheen gezet hebben. Zo, hé. Het is gewoon helemaal verrot, joh. Dat is geen bestigheid. Dat is geen bestigheid. Dat is, waarschijnlijk was die vroeger ooit eens een keer lek geweest. En daar hebben ze gewoon een nieuw dak over geknald in plaats van de bende repareren. En daarna nog een keer een nieuw dak eroverheen geknald waarschijnlijk. Dus daar moet wel even het een en ander aan gebeuren. Dit gaat toch sowieso uit. Dus het maakt niet zoveel uit. Maar goed. Vandaar het tweede dak er dus op. Dus ze hebben vroeger eerst het eerste dak gehad. Dan hebben ze vanwege lekkage het tweede dak eroverheen gezet. En toen kwam die hier te staan. En toen hebben ze het derde dak eroverheen gezet. En nou ben ik het derde dak aan het aftimmeren. En het eerste en het tweede dak haal ik eraf. Dat is ook weer typisch Zweeds. Gewoon niet iets repareren, maar gewoon iets nieuws eroverheen timmeren. Je ziet ook heel vaak in Zweden dat bijvoorbeeld oude muren gewoon overgetimmerd worden. Of dat er laag op laag gedaan wordt. Dat continu. Dat is iets typisch Zweeds. Als we het niet zien, bestaat het niet meer. Ja, ach, maakt het niet uit. Het is toch ook allemaal houtbouw. Dus ik had het in ieder geval die rotte plekken niet laten zitten zo. Maar ik ga het er nu ook uithalen. Zo, moet je dit zien, joh. Moet je kijken, hè. Wat een enorm wespennest. Dit is allemaal wespennest. Holy shit. Het is nu winter, er zitten natuurlijk geen wespen in. Maar, poeh. Wat een mes. Nee, normaal. Moet je kijken. Holy shit. Holy shit. Goed. We
om weer even met het werk bezig te zijn. In plaats van naar een wespennest te kijken. Daar zit een balk. En die vertrouw ik voor geen meter meer. Die vertrouw ik echt niet. Dus die gaan we eruit halen. Is wellicht alleen maar voor de dakconstructie geweest. Zoals ik zo ver kan zien. Maar we gaan hier sowieso een nieuwe balk overheen leggen. Recht opstaand. Dat is dan gelijk ook de ondersteuning voor de hoe heet dat? De dinges. Heet dat stomme ding nou ook weer. Voor de spanten. En dat moet ik dan maar aftimmeren, dichttimmeren. Maar ik ben een beetje van mijn apropos door de wespennest en door die verrotte bende hier. Dat is wel. Ik ben blij dat ik het losgehaald heb. Echt blij dat ik het losgehaald heb, joh. Zo, goedemorgen. Moet je kijken, hé. Wat een heerlijk prachtig weer. Het zit super. Ik hoop dat het vandaag nog een beetje gaat dooien. Want dan kan ik ook nog het hooi doen. Maar met sneeuw wil dat niet. Dan blijf ik vastzitten op het veld en zo. Maar we gaan vandaag weer boven bezig. Ik hoop dat ik het kan wegwerken qua rotheid. Denk het wel. Maar we gaan in ieder geval vandaag lekker die balk erin maken. En ik heb gisteravond nog de hele tijd dingetjes opgezocht en zo. En even gekeken hoe dat nou eigenlijk allemaal wel niet moet. Want het zat me toch een beetje dwars. Vannacht ook nog even over nagedacht. Dus ja, maar het is schitterend weer. Telefoon niet laten vallen. Maar moet je kijken, hé. Fantastisch. Daarvoor hoor je toch in Zweden. Zonnetje. Mooi winterweer. Sneeuw. Heerlijk. Goed, we gaan dus bezig. En we gaan wel zien hoe het vandaag komt. Ik moet wel zeggen, ik heb ook een beetje spierpijn. Dus we gaan wel even kijken hoeveel we komen vandaag. Zo, een klein sprongetje in de toekomst. Want ik heb nou dit verder afgetimmerd. Ik heb deze balk erin gemaakt. Die heb ik met dikke 6 duimers aan elkaar gemaakt. En ook gelijk daar aan vast. Dat houdt dus in dat hij hierop leunt. En ook nog eens een keer daar aan vast zit. Dus dat moet goed zijn. En nou gaan we staandetjes hieronder maken. Zo, op deze balk. En dan gaan we hem zo pat naar boven toe aftimmeren. Dus dat is wel mooi. Een beetje isolatie er nog achter. Gewoon omdat het kan. En dan ben ik een beetje van deze rommel af ook nog eens een keer. Dus dat is wel heel erg fijn. Die staan een beetje scheef, zie ik. Maar goed, boeien. In ieder geval, ik ga nu staandetjes erin maken. Die ga ik daaraan vastmaken. En dan moet het goed zijn. In principe. Dus we gaan het wel zien. En daarna ga ik dit allemaal verder aftimmeren. Dus ja. You know something is happening, but you don't know what it is. Zo. Paaltjes zitten erin. Nou kan ik daar zo het dus naar beneden toe aftimmeren. Kijk, dat is de nieuwe balk. Dit is de nieuwe balk die ik erin gezet heb. En ik heb er ook voegstukjes onder gedaan, zodat het mooi aansluit overal. En dan timmer ik dit af. En dan wordt het... Even breed zo. Wordt dit nog tot en met aan daar dichtgetimmerd. En dan dit tot en met aan die wordt dichtgetimmerd. En dan die nog. En dan is het schuren en oliën.
la, kavia-tra-la. Goed, het is alweer de volgende dag en we zijn nu de gevel aan het bekleden. En dat doe ik gewoon een beetje uit de losse pols, want het hoeft niet netjes. Want hier komt nog een keer bekleding nog een keer overheen. Er komen van die schroten van beneden, komen hier nog een keer overheen. Dus ik hoef dit niet heel netjes te bekleden, hout hoeft ook niet geschuurd te worden. Maar het is wel belangrijk dat het gewoon weer afgetimmerd wordt. Want als ik hier alleen maar die schroten van beneden aandoe, ten eerste gaat het niet mooi zijn en ten tweede houdt het ook totaal niks tegen qua waarde van isolatie of wat dan ook. Dus dit gaan we in ieder geval zo doen. Ik gebruik allemaal reststukken. Ik heb hier nog heel veel liggen, hier ook nog, dat heb ik hier al heen gegooid. En we maken nou gewoon in principe hierboven leeg. Ik gebruik zoveel mogelijk reststukken. Ik timmer die kant nog even af. En dan mogen de latten voor dit mogen dan ook naar boven heen. En dan kan ik hem daar ook nog verder aftimmeren. Zo, en nu zijn we zover. Ik zal niet proberen in het licht te staan. Die kant is afgetimmerd tot aan de balk. Die ook tot aan de balk. En kijk, hier heb ik hem nou afgetimmerd tot en met hier. Dus dit is ook weer een balk. En dan kan ik zo die kant op werken. En hier moet ik nog een paar voor hebben. Maar dat komt morgen. En dan kan ik hem in ieder geval tot en met daar wel sowieso aftimmeren. En ik hoop eigenlijk dat ik hem tot en met aan deze balk kan aftimmeren. Idem dito hier. Want dan kan ik ook beginnen met schuren. En ja, de rest ook allemaal. Maar anders gaan we lekker tegen de lamp inkijken. Maar even kijken. Anders gaan we hier gewoon verder, zeg maar. Dit is in principe hier het minste werk. Ik moet ook nog even dat kozijntje erin maken. Maar dit is het minste werk, omdat ik hier natuurlijk niet met de vloer bezig moet. En hier wel. Maar dit blijft er dus nog in zitten, de plateau. Want dan kan ik gewoon netjes schuren en oliën. Moet even kijken wanneer ik naar de stad toe ga. Of morgen of overmorgen ergens in die contraille. Dus het begint er mooi te lijken, dacht ik zo. Die gevel ziet er echt mooi uit nu. Ben ik blij mee. Zo, goedemorgen. Vrijdagochtend. En de sneeuw is nagenoeg weg. Dus, maar het regent nu. Dus ik ga als eerste even hierboven alles netjes opruimen. Helemaal klaarmaken. Helemaal netjes maken. Zodat ik vanmiddag of morgen weer bezig kan met verbouwen. We maken alles gewoon dan helemaal netjes klaar. En zorgen er gewoon voor dat het dan weer een beetje fatsoenlijk hier is. Ik heb al een heleboel hout heb ik al weggehaald. Dus nu al dat asfalt en zo. Kun je geen flikker van zien. Zo'n beetje. Handje ervoor. Kijk, er ligt hier nog van alles. En dat ga ik nu dus weghalen. En dan ga ik straks nog even het hooi opruimen samen met Esra. En ook nog even de schapen daarbij schoonmaken. Maar met die sneeuw en die vorst wil dat niet. Maar nu is het dus dooi en alle sneeuw is weg. Dus dan gaan we daarmee aan de gang. En dan is alles weer klaar. Dan kunnen we weer schoon beginnen met alles. Dat is wel heel chill.
Zo, het is nou weer een beetje een soort van opgeruimd. Ik moet nog helemaal wat vuilniszakjes hebben om dit spul weg te halen. En dat spul dat gaat in de wc. Dat is allemaal restantspul en zo. Niet echt mooi zaagsel. Dit is ook allemaal troep. Dat gaat gewoon helemaal weg. Want er zit asfalt, stukjes en plastic en weet ik veel allemaal in. Dit is brandhout. Dit is nog werkhout. Dit is nog isolatie. En hier beneden ligt allemaal overig spul. Ik heb voor bijna alles nu een doel. Dus ik ga het blikplaat ga ik gebruiken om een houthokje mee te timmeren. Brandhout natuurlijk. De zaagsel gaat in de tuin. Dat is vet mooi mulch. Die ga ik alle boompjes en struikjes die ik allemaal heb, ga ik er allemaal lekker mee mulchen. Dat ga ik niet op de moestuinbedden doen, want ik heb wel de ervaring met zaagsel dat het heel veel vocht aantrekt. Blijft lang nat. En wat dus ook inhoudt dat het ook knetterhard bevriest. Dus in het voorjaar houdt dat een heleboel kou vast. Dus dat wil ik niet. Dus ik gebruik het wel bij de boompjes en zo. Maar niet in de moestuin. En het is ook weer mooi voor de wc. En het is ook weer mooi voor de compost als koolstof. Dus dat is allemaal perfect. Enigste waar ik nog geen doel voor heb is het asfalt. Daar weet ik eigenlijk niet zo heel goed mee wat ik daarmee moet doen. Het zijn allemaal gescheurde stukken. En ik kan er misschien wel ergens een afdakje van maken. Maar dan moet ik het ook weer lijmen. Want asfalt spijkeren, dat vliegt gewoon los. Dus ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Misschien dat dat het enige is wat ik naar de stort toe ga brengen. De rest hergebruik ik alles. Ik wil niks weggooien eigenlijk. Ik vind het ten eerste vet zonde. Omdat het allemaal duur materiaal is. En nog steeds bruikbaar materiaal. En ten tweede ook nog eens een keer, waarom zou je spullen weggooien die je nog kan gebruiken? Ik bedoel, moet je kijken. Ik heb hier de complete achterwand en zijwanden allemaal getimmerd van licht. Ja, van gerecycled materiaal. Dus waarom zou ik dat niet doen? Het is zo zonde om spullen weg te gooien. Vooral met zo'n verbouwing komt er een heleboel spul vrij. En het is zo mooi om dat allemaal weer te gaan gebruiken. Dus ik vind het altijd heel erg zonde om dat weg te gooien. Dus in ieder geval, als jullie nog wat weten voor het asfalt waar ik daarmee kan, laat me dat alsjeblieft weten. Een goed idee, leuk idee, mooi idee. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Zolang het maar niks extra's gaat kosten. Dus als ik het moet gaan lijmen of plakken of wat dan ook, daar heb ik geen zin in. Maar als jullie een ander vet leuk idee hebben, laat me het alsjeblieft weten, want ik wil het graag weer gebruiken. Het is gewoon materiaal wat gewoon kostbaar is en ook nog eens een keer gewoon bruikbaar is. Dus voor de rest heb ik overal nu een oplossing voor. Nu gaan Esra en ik eerst even het hooi doen. En daarna ga ik de schapen doen. Daarna ga ik dat spul beneden allemaal opruimen, zodat dat voor het huis weg is. Zodat het niet meer zo'n bende is bij het huis. En dan gaat misschien Esra mij nog wel even helpen met nog wat spulletjes omhoog doen, zodat ik hier de rest kan aftimmeren. En dan kan ik morgen, wanneer ik het aftimmeren klaar heb, schuren en olieën. Eindelijk. Hetzelfde, zelfde prijs. Maar ik zag bij andere boeren ook kuilvoeren. Ja. Dat vroeg ze gewoon veel meer. Nou, gewoon gaan slapen, wil. Ja, ik snap je wel. Hey, zo, het is zaterdagavond en in principe is dit hier helemaal dicht. Dit achter mij nog niet, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Derek was er vanmiddag ook, vriend van mij. En dus ik had niet zo heel veel tijd meer over.
Maar dat maakt ook niet uit, het is weekend. Toch ietsjes rustiger aan doen. Maar dan gaan wij maandag gaan we hiermee verder met dit stuk. Kijk, zo, dit stuk. Gaan we maandag mee verder. En morgen ga ik takken zoeken voor plinten. Die kan ik vast alvast zoeken en klaarmaken. En dan gaan we maandag gaan we dit stukje dicht timmeren. En dan gaan we schuren en oliën. Dus dat is wel heel erg chill. Dan hebben we in ieder geval daar al een heel stuk van gedaan. Dus ik ben wel blij. Deze week weer veel gedaan. Mooi opgeschoten. En dus dat is wel heel erg chill. Daarmee wil ik ook zeggen dat dit weer is voor deze week. Volle vlog. Veel materiaal. Lange vlog. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En als jullie dat niet leuk vinden, heb je pech gehad. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie volgende week weer te zien.